Zo, vandaag maken we gevulde pannenkoeken met spinazie en mozzarella. En ik begin eerst de vulling te koken. En dat betekent dat ik twee knoflooktenen gelijk schoon maak. Eerst gaat een beetje olijfolie in de pan. Zeggen we zo'n 3 tot 4 eetlepels olijfolie. Dan maak ik de knoflook schoon. En ga hem zo fijn hakken. Wie knoflook niet lust, kan het natuurlijk ook weglaten. Maar met de knoflook is het echt heel erg smakelijk. Spinazie en knoflook past super bij elkaar. En pakken jullie dan verse spinazie, spinaziebladen en geen gehakte of zo uit de diepvriezer, als het kan. Smaakt gewoon beter. En hier was de olie nog niet heet, omdat ik eens weer met mijn oude kookhaard heb gekookt. En normaal gebruik ik inductie en dat gaat veel sneller. En deze oude manier, dat duurt gewoon kei lang. Peper en zout gebruik ik natuurlijk ook om de spinazie een beetje te kruiden. Nou, nu is het even afwachten. Zo, zodra de knoflook een beetje aanbakt, dat is alleen een beetje, hè, een beetje smaak afgeeft aan de olijfolie, gaan we gelijk de spinazie die ik heb gekocht, ga ik erin gooien. Beetje bij beetje, ik kan niet alles bij elkaar erin doen, want bladspinazie is vrij grof, groot. En wanneer die vers is, gebruikt hij ook heel veel plek. Maar we gaan hem ja stoven in de pan. En zodra die gestoofd is, zakt hij in elkaar. En altijd opletten dat die spinazie niet gaat aanbranden. En een scheutje water moeten jullie erbij doen. Een beetje zout erop. Een beetje peper erop. Ik maak het zo, wie het graag pittig heeft, die kan ook nog meer peper erin doen of een pepertje of zo. En het belangrijkste bij dit is gewoon opletten dat de spinazie onder niet aanbrandt. Nou, nog één spinazie erop. Het is best vechten met die spinazie, hè? Maar die zakt helemaal in elkaar. Het is alleen een kwestie van tijd. En het gaat ook vrij vlug, hè? Zo, deksel past weer. Ja, dat doen we ook nog even erin. En gewoon altijd deksel opdoen, hè? En af en toe kijken, roeren. En opletten dat hij niet gaat aanbranden. En is het onderaan in de pan droog, doen jullie een scheutje water erbij. Een klein scheutje water. Zo, in de tussentijd gaan we even de mozzarella snijden. Ik gebruik mozzarella voor de vulling, want mozzarella is vrij neutraal van smaak en past heel goed bij spinazie. Jullie kunnen natuurlijk ook andere kaas nemen, hè? Maar die past heel goed, want die smelt ook heel snel. Dat kennen jullie zeker ook van pizza's en zo, hè? Dan gaan we daar stukjes van snijden. Gaan we voorbereiden voor dadelijk de pannenkoeken te vullen. Zo, kijken we nog eens de spinazie aan. Hoe het eruit ziet. Het ziet er best goed uit. Zien jullie hoe alles in elkaar gezakt is? En dat is 500 gram spinazie. Even proberen. Tja, nog een beetje zout. Voor mij moet het er nog een beetje zout in. Ik ben geen type die weinig zout gebruikt. Niet extreem veel, maar ook niet weinig. Nu nog eens heel snel laten opkoken tot die heet echt gaat koken. Dan kunnen we het uitzetten en aan de kant zetten en de spinazie laten afkoelen.
So, hier hebben we onze pannenkoeken, die al klaar zijn. Zout nog eens en moskaat. Peper ook nog, heb ik vergeten te laten zien. Emmentaler en spinazie. En de mozzarella natuurlijk. En boter. Beginnen we 2 blokjes stukjes boter in de ovenvorm te doen. De ovenvorm is nou uit glas. Hè? Dat betekent dat jullie ook de ovenschaal, die moeten jullie in de koude oven zetten. Hè? Niet in de hete, want dan kan die barsten. Pak jullie zo per boterstuk 10 tot 15 gram. Hè? Ik heb een beetje veel genomen. Maar dat moet iedereen zelf weten. Maar jullie moeten een beetje boter of olie of iets erin doen. Dan vullen we de pannenkoek met spinazie zoals jullie willen. Zoveel als jullie willen. En ook een beetje mozzarella. Zo. Dan doen we een beetje zout op de mozzarella. Omdat die smaakt anders nog helemaal niks. Of niet veel. Een beetje peper. En muskaat. Muskaat en kaas en vooral mozzarella past heel goed bij elkaar. En dan kunnen we ook al de pannenkoek sluiten, oprollen. En in de ovenschaal leggen. En zo doen we het met allemaal. Zo, dan hebben we alle pannenkoeken die daar in die ovenschaal passen gevuld. Nu gaan we bovenop de mozzarella op doen. De rest van de mozzarella. Goed verdelen. Dan pak ik de emmentaler. Maar ook daar kunnen jullie gouda nemen. Of een Italiaanse parmezaan. Of iets wat jullie willen. Hè? Het wordt echt machtig en machtig eten. Als 1 pannenkoek volgens mij is voldoende voor 1 persoon. Hè? Dan nog weer een beetje zout. Een beetje peper. En nog eens muskaat erop. Want dat smaakt gewoon super. En dat gaat geheel in de koude oven. Jullie zetten de koude oven aan op 180 tot 200 graden voor 20 minuten. Na de hand even laten afkoelen een beetje. Zo 5 tot 10 minuten. En dan kunnen jullie de pannenkoeken eruit halen en op de bord leggen en serveren. Jullie zien zo. Het trekt nog steeds super mooi draden. Het is echt machtig eten. Jullie kunnen erbij een slaatje bij doen. En iedereen heeft voldoende gegeten. En de camera wou niet meer zoals wij wouden. Zoals ik wilde. Het is volgens mij een beetje misselijk geworden van dat machtig eten. Laat ik nog even zien, zo goed het kan, hoe die van binnen eruit ziet. Lekker is het, maar echt machtig. Zo, dan nog eens het recept. Also 4 pannenkoeken, 500 gram spinazie, zout, peper, olijfolie en 2 stukjes knoflook en een beetje water hebben jullie nodig. Dan de vulling, de spinazie, zout, peper en muskaat, een beetje boter, mozzarella en emmentaler of andere kaas. Ik wens goed geluk dat het goed lukt. Doei, doei allemaal. Doei.